Deze week gaat Epco in Vinkeveen op bezoek bij een watersportprofessional. Zo'n vakman weet precies hoe je de boot weer tip-top in orde krijgt. En hij kan je dus ook vertellen waar je op moet letten als je bijvoorbeeld de motor van een wat oudere boot moet vervangen. De eigenaar van deze platbodem wilde een betrouwbare motor. En ook al ziet hij er nog heel aardig uit, dit dieseltje is toch echt aan vervanging toe. Maar waar moet je nou op letten als je de motor gaat vervangen? Hallo Henk, waarom wil iemand die een motor die nog loopt vervangen? Een motor die loopt vervangen, ja, dat doe je om een aantal redenen. Natuurlijk bedrijfszekerheid, je wil een motor hebben die bedrijfszeker is. De oude vertrouw je toch niet meer. Ja. Zuinig, dus weinig brandstof. Er wordt tegenwoordig ook nogal flink naar gekeken, het brandstofverbruik. Ja. En dan is er natuurlijk een oudere motor, die vervuilt meer. Ja. Die rookt, hij stinkt. Milieu. Ja, rammelt aan alle kanten een beetje. En dat zijn meestal de dingen waarom men een motor vervangt. Ja. En wat voor motor komt hier nou in? De nieuwe Wallen, dat is een Vetus Deutz motor. 68 pk, als ik het goed heb. Ja, natuurlijk een super machine. Ja. Heb je hem ook al staan? Of? De motor staat op het ogenblik hier op het voordek. We kunnen er even heen lopen. Oké, okay, nou, dan kunnen we hem even bekijken. Ja, Epco, dit is de nieuwe motor. Vetus Deutz, 4-cylinder. Ja. En die gaat het doen. Alles is compleet. Dus in principe is het zometeen plug and play. En het draait. Hartstikke mooi. Nou, dan laat ik jou even pluggen en dan ga ik even playen. Oké. Ja? Tot ziens. Doei.